Week 2, weer een nieuwe vlog van Marinies, Merlies en Grandies. We gaan zo even naar het gewas kijken. Maar even terugkijkend op de week, hebben we weer een week achter de rug met wat enigszins wat licht en anderszins wat donker weer. Maar nog steeds vrij zacht. Dus laten we even naar het gewas gaan kijken. Als eerste weer de Marinies, zoals iedere week. Wat we nu zien is dat bij de tweede tros begint het eerste bloemetje te springen. Dus de ontwikkeling gaat rustig maar gestaag door. Daarnaast is het zo dat we qua klimaat zitten we op 14 in de voornacht en 21 op de piek in de middag. Dus we gaan proberen echt het klimaat aan te houden wat voor de plant optimaal is. Als tweede de Merlies. En wat we hier zien is dat die een tikkie generatiever is als de Marinies. Dus het bloemetje is gewoon ietsje verder. Daarnaast is het zo dat het kopje is mooi slank en staat er generatief op. Als laatste wat we hier nog willen zeggen is dat we zitten nog steeds in de beheersfase. Maar dat is deze week echt de laatste week. De planning is dat we aanstaande maandag dat die op de mat gezet wordt. Als laatste de Grandies in de onbelichte teelt. Wat we hier zien is dat die toch nog weer een tikkie trager is als de Marinies. Maar ook hier staat het tweede trosje bijna op springen, dus de ontwikkeling gaat echt wel door. Als laatste de hommels door de korte dagen vliegen echt minimaal. Dus wat we gedaan hebben is een extra kast ingezet, zodat we toch voldoende bevlieging hebben op de bloemetjes die we hebben. Oké, jullie zien mij altijd heel veel in de vlog en het lijkt erop alsof ik hier helemaal in mijn eentje loop, maar... Ja, er werken hier natuurlijk veel meer mensen en een daarvan is voor example Arati. Arati, what are you doing? I'm doing the Briggs measurement today and we do this about for 30 varieties every week. And I do it like this. So you're using a normal measurement device? Yes, I'm using the normal Briggs meter. Here we have the bricks. Okay, perfect. Hey, thank you. Then we go on with the vlog. Yeah. Nou, hier in de belichte teelt bij de Marinies. Deze week even een keertje vanaf de grond gefilmd in plaats van de kop. Wat we zien is, we hebben nog geen kleur. We hopen volgende week de eerste kleurtjes te zien. Maar de ontwikkeling gaat wel rustig maar gestaag. En dat heeft puur te maken met de manier van telen dit jaar. We wilden wat zuiniger telen en in de belichte teelt. En daardoor is de ontwikkeling ook wat rustiger, zeg maar. De volgende in het rijtje is de Merlies. Ook zoals je ziet hier nog geen kleur. Iets wat wel opvalt ten opzichte van de Marinies is dat de vrucht lijkt wel ietsje ronder. Iets minder hoekig als de Marinies. Verder is het zo dat de teelt gaat behoorlijk voorspoedig. We hebben ook weinig plaaginsecten. De witte vlieg zien we ietsje toenemen, maar dat corrigeren we met slijpwespen, encarsia en erythmaceres. Als laatste deze week de Grandies. Het is een herhaling van zetten, maar ook hier nog geen kleur. We gaan volgende week natuurlijk uiteraard weer kijken welke als eerste gaat kleuren. Want dat is natuurlijk de spanning waar we op zitten te wachten. Of het de Grandies, Marinies of Merlies is. Dat gaan we volgende week zien. We hebben ook nog steeds wat meer natuurlijk licht nodig. Dat is ook het wachten op. Tot zover de vlog van deze week en ik zou zeggen tot volgende week.